Dit is Ranatori, welkom bij een gloednieuwe aflevering. In deze aflevering zullen we praten met de voorzitter van Leefbaar Suriname, de heer Robert Fishnudat. En tijdens een bijeenkomst van de ABOP werden enkele nieuwkomers gepresenteerd. De heer Fishnudat, de voorzitter van Leefbaar Suriname, was een van de mensen die werd gepresenteerd door de ABOP. We zullen dus praten met de heer Fishnudat hierover. Meneer Fishnudat, welkom in het programma. Wat ging je nu op toen u hoorde dat u dus dat u ook werd gepresenteerd als uh, degene die zou samenwerken met de ABAP? Nou, ik denk dat daar een uh, communicatiefout aan ten grondslag ligt. Wij van Leefbaar Suriname staan in het politieke landschap open om met een ieder in gesprek te gaan. Dus als wij daar een uitnodiging voor ontvangen, dan zijn wij present. Uh, in dit geval zijn we uitgenodigd... Uh, Via Nieuw Suriname om te participeren. En de indruk die daar gewekt is, is dat wij gaan samenwerken met de ABOP. Nou, op dit moment heeft Leefbaar Suriname geen enkele onderhandelingsafspraak, of beter gezegd, geen enkele meeting gehad met de ABOP voor samenwerking. Natuurlijk staan we open om met ieder een gesprek aan te gaan en te kijken hoe we samen. Kunnen streven naar een beter Suriname, hè, waar welvaart en welzijn voor een ieder bereikbaar is. En dat gaan we doen met een ieder die gelijkgestemd is. Laat me voorop stellen dat wij van Leefbaar Suriname niet alleen de nieuwe politiek nastreven, hè, waar we zeggen dat er nieuwe leiders moeten komen, dat het anders moet, maar waar we ook zeggen dat het systeem veranderd moet worden. En sommige mensen zeggen radicaal, anderen zeggen drastisch. Wij zeggen bescheiden, want als je te extreem gaat, dan schrikt het ook af. Wij zeggen het moet significant veranderen, want veranderingen kan je niet in korte tijdsbestek doorvoeren. En zoals u weet, één regeertermijn uh, zal niet voldoende zijn om de crisis waar dit land in verkeert, om het tijd te keren. Maar het is ook niet voldoende om alle basiselementen die noodzakelijk zijn om dat nieuwe systeem te implementeren, ook gerealiseerd te worden. U moet zich daarbij voorstellen dat zaken die je wil veranderen, voor sommige zaken heb je een tweederde meerderheid nodig in het parlement. Dus er zullen aardig wat battles gevoerd moeten worden. En als je zaken wil veranderen, moeten ze goed in play zijn dat wil zeggen als een commissie van rapporteurs bijvoorbeeld aan de slag gaat dat het geen natte vingerwerk moet zijn omdat men per se iets wil doordrukken. Alle stakeholders moeten geconsulteerd worden en in het bijzonder ook het volk, want wij van Leefbaar Suriname wij streven op burgerparticipatie. Zeker na de praktijk leert dat DNA de afgelopen jaren en dan heb ik het niet alleen tijdens deze regering, maar ook voorgaande regimes, dat DNA een verlengstuk is geweest. Dus die trias politica waar we over praten, dat DNA eigenlijk de regering moet controleren, moet bijhouden en waar nodig moet corrigeren, dat is helemaal vervaagd. De DNA is, de coalitie is een verlengstuk van de regering en u ziet wat zwakke volksvertegenwoordigers teweeg brengen. Te veel ellende voor de samenleving terwijl het volksvertegenwoordigers zijn. Het woord zegt het al, vertegenwoordiger. U moet het volk vertegenwoordigen. U moet de belangen van het volk vertegenwoordigen. En u moet de regering kritisch controleren en begeleiden. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat deze mensen gewoon een verlengstuk zijn. Ze praten de taal van de regering. Al komt het ten nadele van de bevolking, men drukt zaken toch door. Dus ook daar gaan we aan moeten sleutelen. Om ervoor te zorgen dat de stem, dus het wil van de, de wil van de samenleving, goed tot uitdrukking wordt gebracht. He? En uh, goed, we zijn ook, wat ik wil aangeven, want u ziet het hè. He? Na vijftig jaar is het ook tijd dat ongelukkig z'n man denk aan Want als asranan tori man omdenkt aan kinkie, dan is het Men is belust op sensatie, men is belust op... Ja, sommige mensen zeggen, in de gangsta voetjong, kinky kong. Wij zeggen heel bescheiden, je moet dingen doen die in het belang zijn van de samenleving. En je ziet dus dat mensen dat sensationele belangrijker vinden. Men vergeet de daadwerkelijke problemen in dit land. Waar lopen wij als burgers tegenaan? Een instabiele koers, oh, hoge prijzen in de winkels, bij de pomp. En ga zo maar door. Een slechte gezondheidszorg. Een onveilige situatie in de samenleving. Een onderwijssysteem dat alleen vraagtekens oproept. En waar je dus eigenlijk ook ziet dat er natte vingerwerk plaatsvindt. Want elk, recht heeft volgens elk kind heeft volgens internationale conventies recht op goed onderwijs. En u ziet het weer, dit schooljaar is begonnen. En alle maand zijn de kinderen in het binnenland verstoken van onderwijs. Hebben die kinderen geen rechten, hè, is het weer de bedoeling dat de mensen uit dat gedeelte van het land achtergesteld worden. Dus dat ad hoc gedoe in dit land moet de burgers sowieso volgen, want het is belangrijk om van de actualiteit op de hoogte te zijn. Maar het is ook belangrijk dat men het grote geheel niet uit het oog verliest. Dus de punten die ik bijvoorbeeld net opgezond heb, die zijn elementair en van wezenlijk belang in de samenleving. Dus als je weer een Tory krijgt, als bijvoorbeeld een minister moet het veld ruimen, dan gaat iedereen zich daarop focussen. Dus het beleid van de regering wordt niet gevolgd en gecontroleerd. Men is meer uit op de fluctuaties, dus de bewegingen, de moves die deze regering maakt. De president gaat naar het buitenland. Men klaagt meer over het aantal dienstreizen. Zijn vrouw gaat mee en over de delegatie. Daarna krijgt men te horen: van... hé, hey, de president komt niet naar huis. Améga, Miami en Améga, Colombia. Was dat van tevoren niet bekend? Zo so niet. Waarom heeft de president het volk dan niet vanuit bijvoorbeeld Aruba of Curaçao geïnformeerd? Beste mensen, mineka, of zoiets. Eh? Want ik heb andere prioriteiten. Maar anderzijds zeg ik ook: want wij vinden dat deze regering eigenlijk gecrashed is. De NPS is in de tijd eruit gestapt. Nu zie je dat de PL ook eruit gaat stappen. Want uh, de voorzitter van de PL zegt heel simpel: u heeft een aantal OD's van mij ontheven. Recent heeft u ook nog de directeur van het AOV-fonds ontheven. Mijn zoon heeft zijn ontslag ingediend. Maar u moet ook mijn vrouw dan gaan ontheffen als directeur mij, van het woningbouwproject. Maar wat ik dan niet snap. Hij heeft het dan over zijn vrouw, maar hij heeft het dan niet over de minister van TCT, die ook een PL Topman is. Dus als u zegt dat er ergens uh, het veld geruimd moet worden, want deze man heeft altijd gezegd samen uit, samen thuis toch? Maar is het asane wakaso. Dus het volk van Suriname moet zich ook bewust van worden van luister. We gaan ons niet focussen op de sensatie. In de coalitie of van een politieke partij. We moeten ons focussen op de daadwerkelijke grote problemen die er heersen in dit land. En waar wij dus op dit moment mee geconfronteerd worden, maar waar we ook in de toekomst mee geconfronteerd moeten worden. En sa' um kinkie toe, na denk je dat hoe noem je Denk ook aan je kinderen, denk ook aan je toekomstige generaties. Want u weet, in de tijd van de binnenlandse oorlog hebben we al een generatie verloren. Daar hebben mensen. Als het nou mensen waren in de stad, omdat er een burgeroorlog was, was je eigenlijk geïsoleerd. Maar ook mensen uit het land waren ontheemd, ze waren gevlucht uit het land. En die mensen waren dan ook verstoken van een heleboel basisvoorzieningen, waaronder onderwijs. Dus die mensen, vooral de jongeren toen, die noodgedwongen moesten vluchten, waren verstoken van het onderwijs. Een deel is gelukkig goed terechtgekomen in Frans-Guyana, maar een deel is weer teruggekomen naar huis. Maar met een lege bagage. En dat snapt u dat dat pijn doet. Want meneer, denk je zo, zo, de mensen die het goed hebben in de kustvlakte. Ik denk ook aan de mensen in het binnenland. Want we zijn met z'n allen stranaamans. En vaak zegt men van, want men vergelijkt me vaak. Aman is geerstjan, amai taklikjan, aman Nee mensen, ik heb nog nooit de kans gehad om mezelf te bewijzen. Toch? Daarom heb ik ook gezegd. Ik verlaat die VHP in een vroeg en een pril stadium. Want ik heb in het begin getracht, want het was niet mijn doelstelling om een nieuwe partij of beweging in het leven te roepen. Het ging mij meer om het feit dat als je iets beloofd hebt aan de samenleving, dat je het moet nakomen. Kan je het niet nakomen, dan ga je het communiceren met die samenleving. Want je hebt een hele batterij aan communicatiedeskundigen, je hebt een hele communicatiedienst, je hebt mediawerkers op het kabinet van de president dan moet je het communiceren met het volk Daar heeft het volk begrip ervoor maar er werd niet gecommuniceerd en alama sabito Vier en een half jaar is er niet gecommuniceerd is er nooit sorry gezegd of er is gezegd van we hadden het anders kunnen doen of zo het was gewoon stoerdoenerij en het volk moest het maar accepteren en nu net voor de verkiezingen dat je zaak geen keek kon dus ik hoop dat die surinamers dat de bevolking inzit dat dit stramin zegt Continu blijft herhalen. Dus, aan een, zoals een nieuw een leider moest komen, het systeem moet ook veranderen. En u heeft enkele problemen aangekaart waarmee het land te kampen heeft. Hoe wil Leefbaar Suriname deze problemen oplossen? Kijk, Leefbaar Suriname heeft een aantal draaiboeken. We hebben een regeerprogramma en we hebben een campagneplan. Wat je in het campagneplan gaat vertellen aan de samenleving. Moet verwoord zijn in je regeerprogramma. En een regeerprogramma stel je niet in je eentje op. We moeten ons realiseren, we zijn nieuw. En Leefbaar Suriname streeft naar een middenblok. Het alternatief, misschien heeft u daarvan gehoord. Het is de bedoeling dat vooral nieuwe partijen en buitenparlementaire partijen zich gaan aansluiten. Want het moet nieuw zijn. Het nieuwe politiek. Toch? Uh, het nieuwe systeem. Nieuwe leiders. En wat wij dus willen, is dus met die gelijkgestemden die verandering brengen, het alternatief bieden. Maar we zeggen ook niet direct van luister, die oude partijen gaan we aan de kant zetten, want we moeten met alle Surinamers moeten we dit land beter maken. Dus als die oude partijen oog hebben voor de nieuwelingen, dan zeggen ze: oké, okay, wij zijn een grote broer, we ontarmen dit idee, want wat hoor je op een gegeven moment? Hetgeen wat ik bijvoorbeeld al 2,5 jaar roep in de media. Zie je dat bijvoorbeeld nieuwe voorzitters van grote partijen. En in dit geval benoem ik het beestje gewoon bij de naam. De nieuwe voorzitter van de NDP, mevrouw Simons. Zegt nu wat ik al twee en een half jaar zeg: De assistenten schenken. Snapt u? En dan vind ik het jammer dat mevrouw Simons bijvoorbeeld 10 jaar lang DNA-voorzitter is geweest. Ze had de hamer onder zich. Ze had alle toegang om het systeem te veranderen, maar verandering nog kon. En nu, na 4,5 jaar, zegt ze dat het moet komen. Los daarvan wil ik ook even hierop voorborduren, want het is onze doelstelling vanuit de beweging Leefbaar Suriname om het bevolk bewust te maken. Kijk, als u op een lijst staat en u wordt gekozen als parlementariër, dan moet u die verantwoordelijkheid op u nemen. We hebben gezien bij de verkiezingen van 2020 dat een aantal parlementariërs niet de durf en lef hebben gehad omdat ze verloren hadden om het volk te vertegenwoordigen. Om die hobby met zich mee te dragen en hun achterban daadwerkelijk te gaan vertegenwoordigen. Ik zal een aantal namen noemen. Bijvoorbeeld bij de NDP was dat schering en inslag. De voorzitter, meneer Bouters, had afstand gedaan van zijn lidmaatschap DNA. Of het niet lidmaatschap, dat hij gekozen was tot parlementariër. Mevrouw Simons heeft dat gedaan, meneer uh, Musikaba heeft dat gedaan en volgens mij heeft meneer Akim Boto dat ook op een later stadium ja, gedaan. Nou, u ziet dus dat mensen in der tijd die verantwoordelijkheid, omdat ze niet in die coalitie konden zitten, terzijde hebben geschoven. Dan kom je na 4,5 en een half jaar en dan zeg je: oké, okay, in die maar verantwoordelijkheid bakken. Dat wil zeggen, het volk mocht dus die afgelopen vijf jaren, want de regeertermijn is vijf, je mag kort pina, want ik neem het niet voor u op, want Milasi, Minoango, zo in de oppositie. Snap je dus ook niet, de me, ook de mentaliteit van parlementariërs, van politici, moet drastisch veranderen in dit land. En wat wij zeggen, door te zeggen van, we gaan het middenblok het alternatief vormen, hopen wij en willen wij het Surinaamse volk, Iets nieuws aanbieden. Want na 50 jaar onafhankelijkheid zijn we niet vooruit gegaan. We zijn ook niet gebleven waar we waren. We zijn juist drastisch achteruit gegaan. En Assan, moest kenky. En ik zeg ook direct tegen die mensen: reken niet als wij binnenkomen dat het in vijf jaar opgelost is. Want voor Brokkel Assan is in een dag gedaan, maar om het op te bouwen kost heel veel tijd. En het is ook een kwestie van dat men niet meer gaat praten over regeermacht. Maar dat men gaat praten over regeerverantwoordelijkheid. Wij willen ook naar een systeem waar de president aan executieve bevoegdheden, bevoegdheden gaat indammen. Hij moet meer symbolisch worden. Je moet een systeem krijgen waarin een premier hebt met zijn ministers en die regeren in het land. Zodra er iets niet goed is, kan het parlement ze direct ter verantwoording roepen. Blijft het zich herhalen of is het een drastische fout die dit land naar de Filistijnen helpt? Dan moet die regering gewoon het veld ruimen. Dan wordt er direct een motie van wantrouwen ingediend. En dan moet men niet kijken als het coalitie op oppositie is. Men moet kijken wat goed is voor het land. En wat zie je dus ook gebeuren? Al komt de oppositie met een goed voorstel, die coalitie schiet het af. Komt de coalitie met een goed voorstel, de oppositie schiet het af. A eenheid no dinakonde, dus het volk moet ook inzien dat die volksvertegenwoordigers. Eigenlijk niet meer die naam moeten krijgen van volksvertegenwoordiger, want nu is men partijvertegenwoordiger. En dat moet ook gaan veranderen. Dus er is een hele zware klus te klaren. En ik hoop dat ik dat met gelijkgestemde in die politieke arena kan voltooien. Zo heeft u het gehoord van de voorzitter van Leefbaar Suriname, de heer Robert Fishnudat. In onze volgende aflevering vervolgen wij het gesprek met de heer Vishnodat. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.